Hi guys en welkom op mijn kanaal. Welkom bij een nieuwe video. Ik zit vandaag niet alleen zoals je ziet. Ik zit vandaag met Amanda en Gender Views, a.k.a. Jennifer. Yes, en we gaan vandaag een hele leuke video voor je schieten, zoals je waarschijnlijk al aan de titel hebt gezien. Maar goed, ik laat eerst Amanda en Jennifer een klein beetje over zichzelf vertellen en dan gaan we door over onze video. Amanda, vertel, wie ben je? Wat doe je? Ja, nou, ik ben Amanda. Ik blog op amandatamara.nl. Ik heb een leuke giveaway, dus wie weet wil jij twee lippenstiftjes winnen. Ga eens eventjes naar mijn Instagram page en misschien ontmoeten we elkaar daar wel. Wat een goeie hoor. Ja, ik zou gaan goeie. Kijken, ja, ik zou echt. Klikken. Ja, ik zou klikken. Oké, en dit is Jennifer. En Jennifer? Hi, Gen Reviews. Ik ben eigenlijk Jennifer. Ik blog nu een jaar op genreviews.wordpress.com. En eigenlijk ben ik ook heel veel te vinden op Instagram, GenReviews, Snapchat, ook GenReviews, Facebook, GenReviews. GenReviews. Alle linkjes zet ik erop. Ja. Sowieso. Heel easy te vinden. Ja, very easy. Blog, kroeshaar, travel, make-up. Dat was het. Goeie pitches. Ja. Klik. Dus check deze ladies, check hun blogs. Blogs zijn like this, like yes. Maar goed, laten we het gaan hebben over onze video van vandaag. Zoals je ziet ligt er hier heel veel make-up. Yes. En we gaan dus in 5 minuten een zo mooi mogelijke beauty look proberen te creëren. We zijn alle drie een beetje zenuwachtig. We hebben alle drie wel langer dan 5 minuten nodig eigenlijk in real life. Dus yes. Weet je al een beetje wat voor look je gaat creëren? Ik ga voor de natural look. Voor de natural look. Ja, dat is het snelst. Met een beetje glitter, yeah. Denk ik. En dan we're done. Ja, slim. En jij, weet je het al? Ik ga voor de meest natural look. En ik, I will see it as it goes. Yeah. Dus ja, yeah, we'll see it as it goes. Oké, 5 minuten op de klok. En dan gaan we zo beginnen. Ja, 5 minuten. Oké. Ik zet hem aan. Ik ben echt wel spannend. Misschien moet ik dit nog eens openleggen. Nee, dat is niet slim. Oh nee? Oké. Okay. 5 minuten. 5 minuten. Ready? Yes. Set. Go. Shit. Oké, okay, yes. Ik ben echt spannend. Ik heb geen haarband in. Dat is wel erg slim, hè? Maar ja. Nee. Toch ga ik mijn wenkbrauwen doen, hè? Ja, ik ga ook. Ook al zei ik net, ik ga mijn wenkbrauwen niet doen. Okay. Dit ben ik niet. Dit is zo spannend. Ik vind het ook spannend. Het is zeker spannend. Ik ben heel benieuwd wat ik zeg, maar ik heb geen visie. Het is zo spannend dat ik mijn wenkbrauwborsteltje niet zie. Oh nee, ik heb hier wel in een spoelie. Oh kijk, zie je? Je hebt hem wel? Ik heb hem, daar ging mijn minuut. Tja. Wat voor concealer gebruiken jullie verder? LA Girl? Ja. Oh ja, ik twijfel altijd of ik die goed is of niet. Nee, 3, ik lieg. 5 euro. Mm-hmm. Die gebruik ik. En ik vind hem echt wel goed. Ja, dat gaat lekker. En wat gebruik jij? Ik gebruik ook LA Girl. Ik heb hem alleen niet bij me. Oh. Omdat ik vind hem soms veel te dik. Te dik? Ja. Sabotage. Ja, maar voor de rest Kiko. Kiko? Ja, gebruik ik. Ik gebruik van Jordana en van... Ik heb geen idee. Ik moet echt beter worden in make-up. Ik heb echt like, op een blauwe maandag een make-up filmpje gemaakt. Van mijn basic make-up. Ja. En sindsdien is er volgens mij niet veel veranderd. Echt niet. Ik moet met, ja. Ik weet niet, moet. Het is geen moed, maar ik zou wel graag wat meer willen doen met beauty en make-up. Gewoon beter in mijn domme of zo. Ja, ik gebruik make-up eigenlijk alleen in het weekend. Door de week ben ik te lui. Ja. En dan lig ik liever in mijn bed. Ja. En ik vind het gewoon leuk om in het weekend gewoon te proberen wat allemaal kan en zo. Ja. Ik was bijna vergeten dat we een klok hebben. Like dat we. Hoe lang hebben we nog dan? 1 minuut 55. No! Je weet dat dit nergens over gaat. Oké, dan ga ik dit maar mee. Dit. Ik wist niet dat het zo snel was. Dit gaat hem niet ik worden. Ik wist niet dat het zo snel zou gaan. Loud. En ik vind toch echt wel dat ik make-up kan zetten, maar dit? Waarom ging ik mijn wenkbrauwen doen? Ik weet het ook niet waarom ik ooit dat ding heb aangeraakt. Ik dacht nog, ik ga nepwimpers opplakken voor de gezelligheid. En? Is het gelukt? Heb je? Ik ben nog maar met mijn oogschaduw. Zit ze erop? Oh, joh, waar is mijn kwastje? Oh nee, wacht. Oh. Oh, wacht. Nee.
En het moet feestelijk zijn, hè? Feestelijk. Feestelijk? Ja. Feestelijk. Maar misschien ga ik toch altijd zo naar een feestje. Ja. Ja, dat weet je niet, hè? Ja. Misschien is dit mijn feestlook. Hoe lang nog? 20 seconden. Oh, nee. Je ligt. Ja. Oh, wacht. Oké, okay, stop. Nee, oké, okay, nee. Verlengen. 1 minuut? 30 seconden dan. Oké, okay, is goed. 30 seconden. Wie heeft dit ooit bedacht? Echt. Nee. Nee, we hebben nog 30 seconden. We hebben nog? 30 seconden, 30 seconden. Mooi, dat is echt niet oké. Ja, 30 seconden, 30 seconden. A few moments later. Ik weet niet of ik 30 seconden kan uitmaken, maar... Misschien net wel. One eternity later. Niet af. Oké, ik doe 10. 9. Ja, klaar. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dan. Ik kan het nog niet anders maken. Oh, wacht. Ah, het is nog dat. Nee, het is nog een stuk. Bijna. Oké, okay. Ik snop even door. De titel van deze video wordt gewoon 5 minuten challenge gaat fout. gewoon clickbait. Dan kan het gewoon doorgaan met mijn wimpers alles. Oké, stop. Okay, klaar. Yay. We gaan nergens. Nee. Niet naar een feestje in ieder geval. Ik ga ook nergens heen. Deze video gaat precies nergens over. Nee. Gewoon precies nergens. Oké, eigenlijk moet ik een blush op maken, vind je ook niet? Ja, laten we doen. Oké. Ik heb gewoon een lipstick opgedaan. Like. And it's a party. It's a feestje. Good thing. En ik ben heel veel tijd verloren hier. Like, en het lijkt niet ergens op. Wat vinden jullie van je eigen looks? Oh, hell no. Ja. Nee, dit ben ik gewoon. Ik zou ook niet zo naar buiten gaan. Nee, dit is gewoon niet klaar allemaal, hè? Nope. Wat een rot challenge eigenlijk. Ik weet niet waarom. Wie heeft dit bedacht? Ik weet het ook niet zo goed. Dit is gewoon. Oké, nou dit is dus onze final look. Laat ons zeker in de comments even weten wie het heeft gewonnen. Als er al iemand heeft gewonnen. Nee. We kijken nog elkaar. Ik weet het niet. We gaan door. Nee, ik weet het niet. Je ziet er nog wel goed uit. Je hebt nog glitters op haar ogen. Ja, dat op je. En gewoon een bordeaux lipstick. Ik heb een soort van, ik weet niet. Ik heb gewoon, ik weet niet eens wat ik, er was geen plan. Er was geen visie. Er was gewoon, ik deed maar wat. Mm. Dus ja. This is our final look. Laat ons weten wat je vindt, weet je, wie er wel naar buiten mag. Zo, en wie moet binnen blijven? Ja. Waarschijnlijk. Ik zeg even, doe maar niet gewoon. Kom even schatje, doe maar niet. Dus laat ons weten. Check ook zeker de blogs van Amanda en van Jen Reviews, Jennifer Jen Reviews. En ik zie je graag in de volgende video weer terug. Als je meer van dit soort content wilt zien of dit soort video's wilt zien, laat het weten in de comments. Doe ook vooral een duimpje omhoog. Zeg even hoi op Instagram tegen de dames en op hun blogs. En ik zie je graag de volgende keer weer. Ciao. Is dat zo stil? Oh, doei!